Handig toch? Als er een tip op je scherm verschijnt die bij jouw smaak past. Dat je deze suggesties ontvangt is te danken aan algoritmes. Sets van regels die conclusies trekken uit gegevens. De Nederlandse overheid gebruikt ook algoritmes. Zo controleerde de Belastingdienst mensen zonder Nederlanderschap scherper dan anderen. En de politie houdt jou scherper in de gaten als jij met een kleine auto of met een Oost-Europese kenteken naar Roermond rijdt. Grote kans dat de politie daarbij jouw hartslag vastlegt. Hoe dat zit, leg ik je straks uit. Hey Siri, wat is een algoritme? Een algoritme is een recept om een wiskundig of informatica probleem op te lossen. Een soort rekenregels dus. Algoritmes en big data zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze zitten in navigatie-app, in de auto, in medische apparaten, videospelletjes, in je slimme energiemeter en ga zo maar door. Algoritmes kunnen snel veel gegevens analyseren en patronen daarin herkennen. Veel gegevens, dat is gelijk ook een nadeel. Dit is Merel Koning. Zij doet namens Amnesty onderzoek naar technologie en de impact daarvan op mensenrechten. Een vorm van surveillance die we zien bij algoritmes is het plaatsen van sensoren. Dat kunnen allerlei sensoren zijn. Bijvoorbeeld ook sensoren in de prullenbak. Wie gooit wat wanneer weg? En nog een nadeel aan algoritmes is discriminatie. Wat we zien met Amnesty International is dat er vaak van tevoren niet nagedacht wordt over dit soort risico's bij de toepassing van algoritmes. Laten we eens kijken op welke momenten het mis kan gaan. Het begint met de vraag, waar ga je algoritmes voor inzetten? Is dat voor het opsporen van bijstandsfraude of voor het opsporen van witteboordencriminaliteit? In Nederland worden mensen met een laag inkomen veel vaker door algoritmes beoordeeld. En dat leidt tot ongelijke behandeling. Algoritmes werken het beste met veel, heel veel data. Maar hoe komen ze aan die data? Door mensen dichter op de huid te kruipen, databanken aan elkaar te knopen en iedereen zo nauwlettender in de gaten te houden. Surveillance dus. Als die gegevens eenmaal zijn opgeslagen, zie je dat ook andere partijen interesse hebben om meer van je te weten te komen. Vaak zonder dat jij daar weet van hebt. Daarnaast kunnen jouw gegevens door een gebrek aan beveiliging zo op straat liggen. Hoe een algoritme tot een conclusie over jou komt en welke gegevens er gebruikt zijn, is vaak onduidelijk. Dit valt bijna niet te achterhalen en er is slecht toezicht op. Mensen hebben vooroordelen. Maar technologie niet, toch? Algoritmes lijken objectief. Maar helaas is het niet zo eenvoudig. Software is door mensen gemaakt. En de systemen zijn afhankelijk van de gegevens die mensen erin stoppen. De mensen en gegevens kunnen van vooroordelen uitgaan. En dus kunnen de conclusies tot discriminatie leiden. En nu naar de praktijk. Denk aan wat Typhoon overkwam. Toen een agent hem zag rijden, controleerde hij hem omdat Typhoon aan een risicoprofiel voldeed. De agent ging ervan uit dat donkere huidskleur plus dure auto is drugscriminaliteit. Ja, ik word vaak door de politie staande gehouden. Ik ben gestopt met tellen. Vaak, veel te vaak. Je laat je idee zien en dan wordt de vraag gesteld, wat doe je hier? Ja, wat doe je hier? Wat doe ik hier? Ik woon hier om de hoek. Je ziet dat risicoprofielen tot verkeerde beslissingen kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor geautomatiseerde risicoprofielen. Als je wat de agent dacht in een systeem zou stoppen, dan zou de politie in het extreme geval enkel nog maar op donkere mensen in dure auto's worden afgestuurd. Dat zulke fouten gemaakt worden, dat zie je bij de toeslagenaffaire. De Belastingdienst wil voorkomen dat mensen toeslagen krijgen waar ze geen recht op hebben. Daarom stelde de dienst criteria op waarmee mensen automatisch als potentiële fraudeur worden aangemerkt. Versimpeld gebeurde er dit. De Belastingdienst maakte gebruik van 5 criteria. Een van die criteria was of je wel of geen Nederlander bent. Als iemand aan de 4 criteria voldeed, maar was wel Nederlander, gebeurde er eigenlijk niks. Als je aan de 4 criteria voldeed, maar je was geen Nederlander, dan werd je extra gecontroleerd door de Belastingdienst. De Belastingdienst is veel te ver gegaan bij het beoordelen van een groep ouders die kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd. De ouders werden ten onrechte bestempeld als fraudeurs. Sommigen kwamen in grote financiële problemen. Mensen zonder Nederlanderschap werden strenger gecontroleerd. Zij moesten aantonen dat ze recht hadden op hun toeslag. Er werden zelfs boetes uitgedeeld. Het lijkt allemaal abracadabra, algoritmes, algoritmische besluitvorming. Maar als je kijkt naar dat algoritme van de Belastingdienst, is het best wel simpel. En zo'n simpel algoritme heeft verregaande gevolgen voor mensen in hun leven. Ik ben geen fraudeur. Ik ben een zieke, maar wel hard werkende moeder. Dit heeft mijn leven verwoest.
De politie wil graag misdrijven voorkomen. Dat hoopt de politie te doen door met algoritmes te proberen toekomstige misdrijven te voorspellen. Dat wordt predictive policing genoemd. In Nederland heeft de politie verschillende projecten. De politie noemt het proeftuinen, waarin ze experimenteert met technologie zoals big data en algoritmes. Een van die projecten is operationele proeftuin Roermond. In het populaire outletcentrum in Roermond worden net als in alle winkelcentra geregeld zakken gerold en winkeldiefstallen gepleegd. De politie wil dieven afschrikken voordat zij het outletcentrum bereiken. Hierbij richt de politie zich op Oost-Europeanen. Daarvoor verzamelen ze enorm veel gegevens. Zij gebruiken sensoren en camera's die de nummerplaten, het merk, model en de kleur en de routes van een groot deel van de auto's in Roermond vastleggen. Ook wil de politie proberen om met hartslagsensoren geautomatiseerd het aantal inzittenden in een auto vast te stellen. Al die verzamelde gegevens worden in een algoritmisch model geautomatiseerd verwerkt en er worden punten aan toegekend. Komt de auto uit Duitsland? 10 punten. Rijdt hij naar de outlet? 10 punten. Heeft het een Roemeens kenteken? Nog eens 10 punten. Zitten er meerdere mensen in? Nog eens 10 punten. Bij een bepaalde score kan de politie besluiten de auto te controleren. Er sprake van massasurveillance in Roermond. Want iedereen die daar met de auto rijdt, wordt in de gaten gehouden door de politie. Ongeacht of je verdacht wordt voor een strafbaar feit of niet. En aan de andere kant is er een groot component van discriminatie. Dit project richt zich niet zomaar op iedere tasjesdief en iedere zakkenroller, maar alleen op die die uit Oost-Europa komen. Hoe moet het dan wel? Hoe kan de politie ervoor zorgen dat ze zich aan de wet houdt en mensenrechten respecteert? 1. Voordat je met algoritmes aan de slag gaat, moet worden gecontroleerd of de mensenrechten ermee worden geschonden. Is dat het geval? Dan moeten er eerst aanpassingen komen. 2. Er moet een algoritme waakhond komen die erop toeziet dat een algoritme in de praktijk de mensenrechten niet schendt. 3. De modellen en informatie die worden gebruikt moeten transparant zijn, zodat je kan nagaan of je door het algoritme wordt gediscrimineerd of dat je privacy wordt geschonden. 4. De overheid moet gecontroleerd kunnen worden. Daarom mag zij geen zelflerende algoritmes gebruiken, want die zijn minder goed te checken.